Ik ben hier vandaag op een akker met Chris samen. Hij is al aan het zoeken. En ik ga zo meteen de linkerkant afzoeken met de detector. Dus we zullen het zien bij de eerstvolgende kuil. Eerste kuil. Een of ander embleem. Nederlands leeuw erop. Zal misschien van een baret zijn geweest of zo. Apart dingetje. Mooi vondst, eerste kuil. Dit heb ik nog niet. Zou zomaar eens een medaille kunnen zijn. Gaaf. Filmen. Ja, dat is de eerste munt van vandaag. Dat is een Willemscentje uit 1820 en dan nog iets. De vierde cijfer kunnen we niet goed lezen. En dat is de achterkant. Mooi ding. Eerste munt die hier omhoog is gekomen, eentje uit 1800, dus er is hier wel wat geweest. Er is hier iets uit de kuil gekomen. Jo, daar is het. Een muntje. Ik kan nog niet zien wat het is, ik ga even kijken. Geen idee. Moet ik nog even uitzoeken. Weer een signaal dan. De midbus. Oeh, dat is een grote musketbal volgens mij. Zo. Dat is een flinke jaap. Zo. Dat zou zomaar eens een donderbus kunnen komen. Want dit is wel echt een flinke kogel. Mooi ding. Ja, is hier weer net een signaal naar boven gekomen en gaat even kijken wat het is. Daar moet liggen. Ja, ja. Een muntje. Eens kijken. Duidelijk ook nog, kijk maar eens. Stad Utrecht. 1787 of 81. Op de achterkant zou dan een schild met twee leeuwen moeten staan. Maar die is helaas niet goed te zien. Jawel, nog een klein beetje. Hè? Leuke munt. Dat is de hoeveelste nou? Ik denk 4 of 5. Ja, zoiets. 6 of 7 muntje alweer. Mooi. Ja, ik weet eigenlijk even niet wat ik moet zeggen. Maar ik heb hier net een vondst gedaan. Het is hier het klompje wat ik in mijn hand heb, maar hier een stukje verderop zijn twee zilveren munten gevonden laatst. En ik heb hier volgens mij restant van die schat gevonden. Dit is een klein muntschatje. Een kwart van een munt, een hele munt en nog een andere munt hier op de achterkant. Ik denk dat dit een muntschat is. Ik moet hem nog schoonmaken om er echt achter te komen dat het geen troep of iets is. Maar als dit een muntschat is, dan ben ik heel erg blij, want dit is echt speciaal om te vinden. Ik hoop het. We zijn nu waarschijnlijk een beetje bij de laatste kuil laten aankomen. Ik zie daar een muntje liggen, dus ik ga hem meteen pakken. Ik denk dat het een gulden is. Ja, het is een gulden. Een oude gulden, kijk eens aan. 1 gulden. Leuk, 1971. Goed, ik ben een paar dagen terug ben ik op pad geweest met Chris en ik heb toen een hele speciale vondst gedaan. Op hetzelfde veld als dat als waar Chris twee zilveren munten heeft gevonden. Ik heb een heel klein muntschatje kunnen vinden, een vierdelige. Maar goed, daar ga ik het later over hebben als het muntschatje aan bod komt. Laten we links beginnen. Een dik flinke liber musketkogel, gemaakt van lood, waarschijnlijk een oude. Ik schat zo uit 1600 ongeveer. Dan heb ik hier een klein embleempje, waarvan ik nog steeds niet echt weet wat het is. Maar er staat hier de Nederlandse leeuw op en het is wel militair gerelateerd. Ik ga nog even onderzoek doen wat dit is geweest, want ik weet nu nog echt niet wat het zou kunnen zijn geweest. Ik schat iets van een baret of een of ander klein embleempje ergens van. Maar goed, we zullen zien. Dan het muntje dat we in de video nog niet...
ja, bekend was wat het was. Hij is niet veel schoner geworden, maar ik heb ondertussen wel kunnen uitzoeken wat het was. Het gaat om een Belgische 2 cent. En die kunnen uit eind 1800 en begin 1900 komen. Niet zo'n hele speciale munt, zijn ook meestal helemaal verrot. Dus ja, jammer. Dan een wat leukere munt, een oude munt. Een Nederlandse gulden met koning Juliana erop. Uit 1971. Mooie gulden nog, dus leuk muntje. Dan komen we aan bij de muntschat, wat natuurlijk een hele interessante vondst is geweest. Het was een klompje zilver, zoals je in de video hebt gezien. Ja, daar zag ik toenertijd een halve munt, of een kwart van een munt en nog een munt. Maar wat bleek nu? De munt die op de achterkant zat, dat was dus een halve munt. Dat was dus dit gedeelte. Die was echt heel erg dun en die is dus gebroken bij het schoonmaken. Maar wat dus bleek nu dus nog? Er bleek nog een andere munt binnenin nog te zitten, die ik dus niet had gezien. Wat er dus uiteindelijk uit is gekomen, zijn twee hele zilveren stuivers uit Zeeland. Uit het jaartal 1618. En nog een kwart van een zilveren stuiver. Die waarschijnlijk uit dezelfde tijd komt. Goed, dan ga ik eventjes inzoomen. Kijk eens aan. Ja, je ziet hier dus het vierdelige setje. De twee stuivers. Een derde deel van een stuiver. En nog een restje van de halve munt. Ga ik eventjes een van de stuivers even tussenuit halen. Zo. En dan zie je dat hier 2S staat van 2 stuiver. De Nederlandse leeuw met het zwaard. En dan op de achterkant staat Zeelandia. En dan staat hier nog 16. En dat zal waarschijnlijk 16, 18 of in die richting liggen. Dan, dit was wel de mooiste, moet ik zeggen. Want deze heeft de leeuwen nog mooi op staan. De andere is wat minder mooi aan de achterkant. Maar die heeft juist weer de mooie, het jaartal er mooi op staan. Hier zie je dat het om een zilver muntje gaat weer. Zeelandia 1618. Een heel oud zilveren stuivertje. Hier is echter de leeuw wat meer vergaan. Helaas. Goed dan het kwartje nog. Het kwart van een muntje. Even kijken. Zo. Het is ook nog een heel klein stukje van een van zo'n stuivertje. Heel klein zilver. Heel erg dun. Dus het is echt heel moeilijk om dit schoon te krijgen. En dan nog een klein stukje van het andere muntje. Waar niet echt veel meer van te zien is, helaas. Ja, dat was het weer voor vandaag. Dit was aflevering 5 en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben.